Ga jij op deze stoel zitten? Ga jij weer op deze stoel zitten? Oh! Ik ga het weer proberen. Zo, dan kom ik naast je zitten. Gezellig hoor. Zo, Romy, de eerste dag. Hij moet toch gaan wisselen hoor, jij zit voor de looks toch meer in de schaduw. Ik ga wel op het gat zitten. Dat is even vervelend. Het is trouwens middags 8 uur of zo, vrijdagavond. 7 uur hadden we afgesproken. Niet uit. Beetje file, maar wat hebben we hier? Pre-workout tropical en de watermeloen strawberry. Here we go. Lekker hoor. You take first. Welke? Maakt het uit? Maakt mij niet uit. Dus je allereerste. Je allereerste. Let's go. Nu wel een kleintje hoor. Dan kan ik daar niet slapen van de cafeïne. Zal ik dan eens even bij jou gaan doen? Dat is ook niet verkeerd. Ja? Zit ik wel een beetje in het zonnetje? Wacht even, dan ga ik wel beter in het gat zitten hoor. Oh. Hoeveel wil je? Ik weet niet meer uit, ik slaap toch niet meer. Ja. Hoeveel dat ik dit ga doen? Ja, dat is perfect. Oh, ja. Kom maar, nee, deze kant zo. Oh ja. Bijna van de kant op. Het is ook helemaal mis. Hier, jij drinkt het water, hè? Maar ook water. Zo. Ook zonder water is die prima. Maar jij gooit mij onder. Ik kom weer met die andere. Ik gooi jou even onder. Ik heb net genomen. Nou ja, natuurlijk. Jij, ging een, jij nam er mee. Oh, deze is wel heel lekker hoor. Maar je moet eigenlijk wel een klein beetje van die ander, vind ik. Oké. Als jij dan pak ik hem even zo. Ja hoor. Ik ben er niet wat hij filmt. Dat komt uiteindelijk wel goed. Want wij hebben Joost. En die kan het allemaal. Het zit er nou weer een spil op het glas, maar het is gewoon gras joh. Maar jij wil nog slapen vanavond? Ja, eigenlijk wel. Hier. Ik geef jou wel een beetje water hier. En bij mezelf. Ik ook. Zo. Het zit niet verkeerd door dat gat. Nee, vind je het wel lekker zo dat gat in je? Mm. Mm. En? Ja, het zit op zich wel oké. Je mond zit onder. Kijk eens. Zitten we zo. Het zit wat op. Ik zit nu beter. Zo. En jij, wilde, jij zei maar de smaken zijn lekker hoor. Ja, die is wel echt heel fris. Oh, ik weet nog niet wat ik het lekkerder vind. Oh, ik vind het heel moeilijk. Wel echt. Wat is jouw favoriet? Ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik voel hem al een beetje tintelen. Ja? Ja, ik ga niet kunnen slapen. In het glas vind ik denk die watermeloen wel het lekkerst. Ja, dat is deze. Oh, ik voel me echt wel tintelen. Maar dat hoort toch? Ja? Ja, echt. Maar ik neem ook nooit pre-workout. Oh, oh. Rome, je neemt nooit pre-workout. Dus... Ik kan niet slapen. Nou, dan gaan we snel naar binnen. Want wij gaan zo even trainen. Jij wilde graag rug trainen. Ja, ik heb gisteren benen gedaan. Dus dat was niet handig. En de dag daarvoor push. Ook niet echt handig. Nou, dan volgen we Rome. Oké, nou laten we maar snel gaan beginnen. Let's go! Ik weet niet wat je allemaal aan het doen bent, maar... Ja, ik stel heel op je telefoon. Ja, lang je. Kijk, wie kan dat, hè? Je bent toch gewoon... Als je lekker aan het trappen bent tussendoor. Super leuk. Hij is even alles te beurk op mijn telefoon. Dat ook gebeuren. Hé, hey, maar jij? Ja. Jij komt dus ook gewoon net uit Miami. Ja, ik kom net uit Miami. Jim, die komt ook uit Miami. Die is ook er geweest, dus die heeft ook wel wat verhalen uit Miami. Leuk, ja, ik was wel bij Miami Beach. Maar je bent dus net een paar maanden terug? Nou, ja, nog net een maand. Dus dat is niet zo heel lang. En hoe lang geleden zijn we er dan geweest? Zeker een jaar geleden, wat ik weet. Oh, maar hij weet nog wel alles, denk je? Ja. Ja, dat vergeet je niet zo snel hoor, leven daar. Nee, is leven in Miami? Ja, het is allemaal zo relaxed en het weer is daar mooi. Lekker, het is daar allemaal heel mooi. Het is eigenlijk gewoon perfect. En een trainen, wat heb je daar gedaan? Ja, ik had er wel een sportschool, maar ja, omdat het natuurlijk LBS is daar, dacht ik elke keer dat ik het zwaar deed, maar dan was het helemaal niet zwaar. En nu zijn we hier weer lekker aan het oppakken. Zo. Dat is wel leuk hoor. En dan kom je hier, in mooie Nederland. Ja, nou het weer hier is zo onvoorspelbaar nu. Nu is het droog.
Ja. Meer erbij doen, ja hoor. En door. Wat voor tip zou jij geven? Wat voor tip? Ja, de zomer toe. Iedereen is natuurlijk nu... Over een paar weken, het zijn maar een paar weken. Die paar weken, alles even geven en dan... Dus we moeten wel klaar zitten voor de barbecue. Toch? Dan kun je lekker eten, maar dat is allemaal met de spullen van de school natuurlijk. Hey. Nou, doe jij? Go! Nee. Maak er maar 100 van. 60 likes deze video. Romy gaat de zee in. 60 likes binnen 48 uur. Ja, maar dat is zo makkelijk. Ik ga hem echt niet reposten nu hoor. Ik ga even zorgen dat nee. Nou. Ik denk dat het goed komt. En misschien dat ik het ook wel wacht. Ja, ja. Oké, dat is wel de deal hè. Ja, heel goed, heel goed. Ja? Nou, je begint zeg maar niet helemaal zo, maar je hebt je zeg maar, ja. Dan trek je het eerst zo naar beneden en dan hou je je schouders naar achter. Dan houd je armen naast je lichaam en je
overstrekt ze helemaal. Je doet het net alsof je een soort takje breekt. Dan ga je weer omhoog, je bovenarmen blijven naast. Doe het wel net alsof, hè? Wel net alsof doen, hè, jongens? En zorg dat je wel goed naar beneden je brengt je als het ware opzij. Hou je schouders laag, hè? Kijk, netjes. Hey, ideaal voorbeeld. Dat vind ik heel goed. Heel ideaal voorbeeld. Oh, wat is dit? In het watertje. Laat hem lopen. Laat hem lopen. Net even geduld. Ja, want we moeten helaas op de pingpong wachten. Geduld hebben wij helaas niet. Oh, hoppa. Misschien de tijd. Perfect. Zo. Dit was de biertap. Wat vond je van de training? Wat vond ik van de training? Goeie vraag. To be continued. Nee, nee. Oh, valt even bijna naar mijn stoel. Nee, ik vond het leuk. Ja, het loopt gelijk. Ik heb zin in een rondtraining. Ik ook. Yay! Tot de volgende keer.